Eerder vanavond was er ook in de opsporingsochtend een familielid van Jordi, zijn vader. Zijn vader, ja. Iedereen in zijn omgeving, zijn vrienden of onbekenden die met hem in aanraking kwamen, zeiden: goh, wat een toffe jongen. Lief, spontaan, altijd vrolijk. Kijk, en dat alles bij elkaar, dat maakt me echt kwaad dat het hem is overkomen. Jullie hebben ook een beloning, hè? 25.000 euro voor de tip. Die leidt zo'n zaak lost zich nooit op, zeggen wij wel eens, maar wel tot de veroordeling van de daders. Mag ik één vraag stellen tussendoor? Want u zei net dat het beoogde slachtoffer, wat jullie voorzichtig uitspreken, gevlucht is. Maar jullie ontglipt of Nee, niet ontglipt. Nee. Dus jullie weten... Nee, we hebben zelfs met hem gesproken. Okay. Dus we weten echt wel wie het is. Maar want ik neem toch aan, ik ga jullie niet vertellen wat jullie moeten... maar dat jullie ook hem hebben gevraagd van wie zou dit kunnen zijn? U mag van mij aannemen dat het onderzoek zo diepgaand is zoals maar kan. Ja. Heeft er overigens toe geleid dat we na weliswaar enig tijd... maar ook deze aanhouding hebben kunnen verrichten. En wat Ellie net al even aangaf, in die zin gaan er nog wel meer aanhoudingen volgen, is ons idee. Maar goed, het beoogd slachtoffer die heeft de wijk genomen. En dat kan ik me wel voorstellen, want die voelt zich natuurlijk bedreigd. Want je bent geen verdachte, hè? Nee. Dus je bent vrij om te gaan waar je wilt. Ja, maar omdat het een bekende van jullie was, dacht ik misschien... Er zijn veel mensen bekend van ons. Ja, maar jullie waren niet op zoek ook toevallig naar... Nee, ik zou nog wel iets mogen willen zeggen over... Ik zie net het filmpje weer en ik kan me nog goed herinneren dat ik 's nachts in het ziekenhuis was waar... de ouders bijeenkwamen en enorm veel vrienden en familieleden. 50, 60 mensen in no time echt bij elkaar waren. En ik moet zeggen, dat was het eerste moment waarop ik al dacht van... oh jee, het zal toch niet waar zijn? En daarmee bedoel ik, het zal toch niet... Dan komt dat zo'n vermoeden naar boven. Ja, ik had dat gevoel, omdat als je kijkt naar het samenstel van deze mensen... dat is ook mijn gevoel, dat zat gewoon goed. En als u net de vader weer, ik heb hem een aantal malen gesproken... dat is het beeld dat hij ook neerzet. Nou, dat kwam natuurlijk ook bij ons ook wel zo over. Neem niet weg dat wij wel in alle rust... En laat duidelijk zijn, in een hele nauwe samenwerking met het Openbaar Ministerie... moeten uitzoeken hoe het precies zit. En we willen ook niet verrast worden. Soms leiden mensen dubbele levens en zie je niet altijd alles. Maar net wat ik zei, we hebben echt wel vastgesteld dat hier geen sprake van is. En dat maakt het diep en diep triest.